Dag Peter, laten we het vandaag eens hebben over een thema dat iedereen wel bezighoudt, met name met pensioen gaan. Dat is een moment waarop je overschakelt van het opbouwen van een vermogen naar het aanwenden ervan. En dat vermogen dat bestaat in de meeste gevallen zowel uit een wettelijk pensioen als uit aanvullende pensioenverzekeringen. Peter Penas, jij bent het hoofd van het kantoor van de Groof Peterkam in Wemmel. Wat zijn eigenlijk de zaken waar ik rekening mee moet houden om later te kunnen genieten van een pensioen? De eerste vraag die je moet stellen is: wat verwacht ik van mijn vermogen? Wil ik het beschermen? Wil ik het verder doen aangroeien? Wil ik er inkomsten uit genereren of wil ik er projecten mee realiseren? Natuurlijk kan je die vraag pas beantwoorden nadat je een duidelijk beeld hebt over de omvang van je vermogen. Hiervoor raadt men aan om een vermogensinventaris op te stellen. Zo'n vermogensinventaris, wat houdt dat eigenlijk in? Bestaat uit twee delen. Enerzijds de vermogensbalans, waar men de activa, denk aan de beleggingsportefeuille, vastgoed, participaties in bedrijven, kunst en andere, gaat afzetten ten opzichte van de passiva. Passiva, denk aan kredieten en andere verplichtingen. En het tweede deel van deze vermogensbalans bestaat uit de cashflowbalans, waar men de inkomsten, pensioen, inkomsten uit portefeuille, inkomsten uit vastgoed en andere, gaat vergelijken met de uitgaven. Kosten van het dagelijks leven, vrije tijd, reizen, kosten van vastgoed, medische kosten en andere. Op die manier krijgen we dus alles in beeld wat ons vermogen betreft, maar hoe gaan we dan keuzes maken? Wel, er zijn vier elementen die je in het achterhoofd moet houden. Een van de belangrijkste zorgen van de Belgen is, wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd komen, is om namelijk hun levensstandaard te kunnen behouden. Want in tegenstelling tot wat men denkt, stijgen de kosten vaak bij pensionering. 2. Plan niet op korte termijn. Vandaag de dag van de 65-jarigen wordt 1 op de 5 meer dan 90 jaar. Dit betekent dat het aspect beleggingshorizon een belangrijk element is in deze vraagstuk. We moeten dus op lange termijn gaan denken. Moeten we dan ook rekening houden met de inflatie? Absoluut, vergeet de inflatie niet. Die is jaren laag gebleven, maar de laatste tijd is die weer aan het stijgen. Om het concreet te maken, een bedrag vandaag van 1000 euro over 15 jaar, rekening houdend met een inflatie van 1,5%, biedt nog maar een reële koopkracht van 800 euro. En tenslotte, de rentevergoedingen op cash en risicovrije obligaties zijn vandaag de dag gezakt tot een dieptepunt. Dit betekent dat men extra aandacht moet besteden aan het koppel risico en rendement, aangezien beide hand in hand gaan. Het is duidelijk dat je echt een goede strategie moet hebben voor je vermogen, maar hoe kom je tot een strategie die aangepast is aan jouw persoonlijke situatie? Het is belangrijk om een strategie te kiezen die bij je past en voldoende flexibel is. Niemand kan voorspellen welke wending zijn leven zal nemen. Het is dus belangrijk om een strategie te vinden die beantwoordt aan de behoefte van vandaag, maar voldoende flexibel is voor wat er in de toekomst zal gebeuren. Zo'n strategie is bepalend voor je vermogen en ook voor het rendement uiteraard. Hoe laat je je daar het beste bij begeleiden? Wat je op zo'n moment vooral nodig hebt, is een expert die je kent, je begrijpt, je adviseert en je samen met je gezin begeleidt op lange termijn. Bij de Groof Peterkam kan dat vanaf een vermogen vanaf 250.000 euro, waarbij je kan rekenen op een multidisciplinair team van experts die je de nodige kennis en ervaring bieden om alle oplossingen op maat voor u uit te werken. En hoe doen jullie dat dan concreet? De Groof Peterkam helpt je om je vermogen te structureren in functie van je doelstellingen. En men gaat ook rekening houden met de nodige flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. Daarnaast gaat men ook een gezond evenwicht bewaren tussen de verschillende activa-klassen, waarbij men extra aandacht gaat besteden aan de aspecten zoals liquiditeit, solvabiliteit en men gaat ook kijken naar het ESG-karakter van de beleggingen, ecologie, sociaal en goed bestuur. De toekomst en het beheer van je vermogen is de spil van onze métier. Samen werken we gepersonaliseerde oplossingen uit. Wie wil weten wat voor hem het meest aangewezen is, nodigen we graag uit in een van onze kantoren. Onze experts zullen je graag verder helpen. Peter Penas, bedankt voor dit gesprek. Tot binnenkort. Graag gedaan, Bjorn.